nooit, want dat ziet hij normaal ook al. Roept Rien is vriendelijk als altijd. Zit deze ontzettend veel gebeurd sinds dinsdag. En die kan misschien aan Peter vragen. Hier staan zitten. Peter, dat weet je even georganiseerd. Peter, sinds dinsdag, wat is er allemaal gebeurd? Is na maandagavond naar de jullie al een plan met elkaar of wat? Oh, Kim, opa, vader, wat ben jij? Ja. Het was al zo lang geleden, 1976. Nou, ze waren, hou ons op de hoogte, ze waren heel erg nieuwsgierig van, joh, hoe gaan jullie dat dan allemaal doen? Wij hebben ook nog foto's en filmpjes en kom gerust langs. Kortom, heel enthousiast. Oh, Kim, okay, Kim, ben jij? Nee. Jawel. Jawel, ja. Oh, geweldig. Het was zo'n gevoelig nummer. Dat ik dacht van, omdat je dus ook de mensen herkende waar het liedje over ging. En dat zie ik de eerste keer. Dat was echt zo van, wow, dit is geweldig. Dus ik kreeg echt kippenvel. Ik dacht, nou, toen had ik zo van, nou, dit moeten we echt gaan doen. Father is hoping that he'll be a star. Family Comans. Het is 1976. De VPRO zendt een jaar lang een radioprogramma uit vanaf de Gouverneurstraat in Crispijn. Het wordt onder andere gemaakt door de beroemde presentatrice Germaine Groenier en verslaggever Roel van Broekhoven. Ze hebben de hele week al gesleept met allerlei dingen om dan zelf maar die straat verkeersveilig te maken. Heb je gezien hoe voorzichtig ze om de bakken heen rijdt? Het gaat inderdaad heel langzaam. Nou, er zijn bij ons die stoppen, die gaan terug. Elke week gingen we naar de radio luisteren, VPRO. Ja, dat was geweldig natuurlijk. We gingen er allemaal voor zitten. Elke vrijdagavond worden families geïnterviewd en reportages uit de straat uitgezonden. En er gebeurt een hoop. De bewoners komen onder meer in actie tegen het voorbijscheurende verkeer in de straat. Ze scheuren, dat was net de A16 hier. Zo hard gingen ze eroverheen. Ja, daar hebben we drempels. Vrouwen die hebben een comité gevormd, die haalden handtekeningen op. En die bereiden een actie voor samen met het wijkcentrum. Dat was op 3 november verleden jaar. Die actie die haalde wel wat uit. Onder andere toezeggingen voor een speelterrein en een gesprek met raadsleden over het weren van veel verkeer uit de straat. De Gouverneurstraat was een hechte gemeenschap. Een straat die gemeenschappelijk optrok en de dingen zelf regelde. Ze hebben een jaar lang hebben ze een plakboek bijgehouden wat ze in dat jaar allemaal hebben gedaan. En ja, dat was zo vreselijk bijzonder. Het was zo'n dorp. Het was zo één. Het was zo strijden voor iets. Dit is heel, heel erg bijzonder. Dat is wat we eigenlijk tegenkwamen. In Governor Street, the young girls are dreaming. De uitzendingen van het VPRO-programma beginnen altijd met een lied dat speciaal voor het radioprogramma geschreven wordt. Een nummer van Colin Scott, een echte volkszanger die de wereld overreist met zijn gitaar. Na de laatste uitzending van het programma verdwijnt het lied echter van de radio en raakt in de vergetelheid. Totdat Jaap Monster het laat horen aan Willem van der Graaf en Marinke Iris de Vos, beter bekend als het Dordtse artiestenduo Black en Blond. We hebben een cd'tje van hem gekregen en die hebben we beluisterd. En nou, de kippenvel kregen we op onze armen. Wat is nou, daar moeten we iets mee gaan doen. Hoe is dit mogelijk? Dit gaat over mensen die ik gewoon ken. En over de tijd waar ik toen daar ook aanwezig was. Ik woonde er niet, ik woonde wel in de buurt. Maar ik kon wel heel veel mensen waar ik ook mee optrok. Dus vandaar uiteindelijk is het, het was natuurlijk een hele openbaring. 34 jaar na het radioprogramma wordt het stof van de plaat geblazen en de muziek tot leven gewekt. Black en Blond duiken in de geschiedenis van de Gouverneurstraat en zijn het lied van Colin Scott gaan vertalen. Ja, dat was even pittig, was dat. Ja. Maar uiteindelijk is het ons gelukt en het, wij vinden het echt heel goed geworden. Ja, heel duidelijk, iedereen heeft zoiets van, hey, nu weten we waar het nummer over gaat. In de Gouverneurstraat, de morgen aangebroken. De wind die steekt op, de geuren ontlopen. Het is tijd om te gaan, dus strekkend en geeuwend. Begroet ik weer een nieuwe dag. We zijn er heel erg blij mee, omdat we kunnen nu iets betekenen voor de mensen die toen dat allemaal meegemaakt. En het zijn er heel veel, want uiteindelijk luisterde naar het programma heel Nederland. Blijf moeder thuis wassen en kuisen en klagen, dat de tijd zo snel gaat.
dat de tijd zo snel gaat. Onlangs hebben Willem en Marinke Iris het nummer opgenomen en er een bijzondere clip bij gemaakt. De familie Komans, die Komans. Ja, geweldig, alle jongens. Een clip met foto's en beelden van de straat ten tijde van het radioprogramma. Een clip met herinneringen aan de Gouverneurstraat die in de loop der jaren compleet is veranderd. Er staan nu veel nieuwe huizen en er zijn nieuwe bewoners. De enige familie uit die tijd die er nu nog woont is de familie Peters. Zij zijn de laatst overgeblevenen. Het is jammer dat het zo allemaal gaat. Ik bedoel... Het is niet meer de buurt van vroeger. Oh god nee. Ja, het hoeft je wel hoor. Het hoeft je, blijf gewoon. Daar zorgen we zelf wel voor. Ja, dat hoef je, dat blijft gewoon bestaan. We hebben geknokt voor mijn dochter dat ze ook een huisje hier kreeg. En daar wonen alle twee mijn dochters hier ook. Met mijn kleinkindertjes. En mijn moeder woont in de straat. En mijn zus woont in de straat. En mijn broer woont in de straat. En mijn neefje woont in de straat. Ze wonen allemaal in de straat hier ook. En dat hoop ik nog zo lang mogelijk mee te maken. Alleen het hofje ademt dus nog de sfeer van 1976. Verder is er weinig meer van de oude Gouverneurstraat over. Maar de straat van toen leeft voort in herinneringen. Barend. Leuke vent. Leuk plezier mee gehad. Met zijn autootjes allemaal. En ja, Van den Berg overleden. Oom Teusje overleden, die hiernaast woonde. Ja, er zijn de zat die er nou niet meer zijn, hè. Dat is jammer. Maar u bent gebleven? Ik wel. En ik blijf ook. Ik ga ook echt niet meer weg. Ja, tussen zes plankjes. Some dream alone with secret desires as families gather to sit by their fires and drink to the heroes the TV inspires with bottles and beers before bed. Het nummer van Colin Scott was ten tijde van het radioprogramma heel bekend, maar het werd nooit een hit. Toch zorgde hij met de Governor Street voor een muzikale herinnering aan de straat. Het was een man, een hele muzikale man in ieder geval. Speelde gitaar, zong, had zijn eigen liedjes. Een beetje veel aan de drank, een beetje veel roken. Drugs en rock'n'roll. Uiteindelijk is hij eigenlijk te vroeg overleden. Dat is eigenlijk een beetje wat we van hem weten. Het was een hele knappe gitarist, een hele goede zanger met veel gevoel in zijn stem. En het is helaas jammer dat hij toen in 1999 is overleden aan alcohol. Scott kon niet vermoeden dat Willem van der Graaf en Marinke Iris de Vos jaren later nog kippenvel zouden krijgen van zijn muziek. Hij heeft nooit kunnen vermoeden dat ze ooit een vertaling van zijn nummer zouden maken en er een videoclip zou komen van zijn Governor Street. Maar hij moet zeker geweten hebben dat de familie Peters de Gouverneurstraat nooit zou verlaten. Ik zou niet weten waar ik ergens anders moet zitten. Dat is het gezelligste plan van de hele wereld hier. In de Gouverneurstraat, de morgen aangebroken, de wind die steekt op. De geuren ontlopen, het is tijd om te gaan. Dus strekkend en geeuwend, begroet ik weer een nieuwe dag. De kinders naar school, de broers en de zussen, de vaders naar het werk. En dan ondertussen blijft moeder thuis wassen en kuisen en klagen. Dat de tijd zo snel gaat, dat de tijd zo snel gaat. En Johan die leert op zijn nieuwe gitaar, wordt nog een ster volgens zijn oude vaar. De familie Komans die kopen een auto vandaag. Het is de vraag, in de Gouverneurstraat zijn meisjes die dromen van hoe het zou zijn. Met jongens die al sleutelend hun brommers vergromen en zonder te schromen door hun gedachten heen rijden. En
soms dromen zij met geheime gedachten. Als familie bij het haardvuur tot diep in de nachten. Te klinken op een helden bekend van tv. Met borrels en bier dan naar bed. Met borrels en bier dan naar bed. En Debbie, ze kijkt naar de heldere maan. En Dick en Monique horen bruidsklokken slaan. En Casey gaat naar de marine, dus gaat even weg. Zoals ik zeg. De Gouverneurstraat is een baby aan het wenen. Een oude man verderop aan zijn schepper verschenen. Maar wat kan je doen dat ondanks alle problemen het leven gewoon verder gaat? Het leven gewoon verder gaat in de Gouverneurstraat. In de Gouverneurstraat. In de Gouverneurstraat. In de Gouverneurstraat.